Goedemiddag, ik ben er weer. Zelfde Play 20 terug met een nieuwe aflevering. En de final aflevering van de Modded Survival Special van Minecraft. Ik ben hier samen met... Met mij de Towler. Van de Towler Gaming. En ook samen met... Iemand die nog steeds zijn naam niet verstandig kan zeggen. In deze aflevering, dit wordt de laatste aflevering, gaan we naar de final boss van de Modded Survival. Hier zit in gedachten bij ons zit nou ook Dutch Gaming Nation, die bij deze opname helaas niet aanwezig kon zijn. En natuurlijk ook niet vergeten Tommy, die ook heel veel mee heeft gedaan met deze serie. Die we zeker niet vergeten zijn. Dus laten we maar gaan beginnen met de comment van de dag, die dus zeg maar op aflevering 30 is geplaatst. Want ook daarvoor hebben wij twee reacties uitgekozen. Omdat er dus zeg maar voor deze afleveringen van gisteren en van vandaag geen nieuwe reacties meer geplaatst kunnen worden, omdat het laatste aflevering is. Dus, voor aflevering 30 hebben wij via de randomizer gekozen Gaming Live NL of Game Live NL. Jee. Live NL. En die had geschreven nice man. Nou, nice. Dankjewel. Nice. Nice. Zelf je zei zelf nice. Ja, het is nice. Dat is, hi. Nog, dat is geen hi. Oh. Oh, hij moet er weer bij komen natuurlijk. Nou, voor deze laatste baas, die vinden wij dus zeg maar bij een zeer speciale boom die dus gisteren was geplaatst. Van ga naar de Brown End Dimensie, daar vind je een hele speciale boom. En in deze oorsponmod, gelukkig is hij al in deze oorsponmod, wordt die boom bewaakt door de sterkste baas van het spel. Dus ik ga heel eventjes mijn Brown End doosje erbij pakken. Ik heb alles gewoon hier nou ingepleurd, want items maakt eigenlijk helemaal geen ene drol nou op dit moment meer uit. Want het is toch de laatste aflevering, dus ik wil eigenlijk net zo goed alles in de prullenbak flikkeren. Nou, dankjewel Darkplayer. Maar oh jee, hier is Darkplayer. Ik ben ze allebei, gek hè? Plot twist! Oké, dus we wachten heel eventjes op de bruine ends en... Oh, moest dat nou? Wil je alsjeblieft deze demonstreren nog? Ja. Niet hier. Nee, hier. Wauw, vuurwerk. Ja, doe maar over het huisje daar. Nee. We laten de villetje was dat die is. Stoer, hè? Nee, het water heeft de dijkraad overgenomen! Meer water! Oké. Okay. Oh nee, ja. Wat een geweldig. Hé, we hebben hier een brown end, jongens. We kunnen er hierin. Hey, bye, have a great time. Poef. 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 Oké, we zijn er. Nou, dan moeten we dus op zoek naar die hele geweldige boom. Dus laten we richting zuiden. Zullen we het zuiden pakken? Nee. Ja. Ik wil naar het tegenovergestelde. Dus dan gaan we naar het zuiden, want we luisteren niet naar Alex. Dus, we zoeken naar een hele speciale boom. En die boom die is dus niet gemaakt van hout. Deze boom die is namelijk gemaakt allemaal van resources. Nee. Yo. Munt! Kap op munt! Oh. Dus daar gaan we naar op zoek. En die bomen die zijn nogal rare. Volgens mij spannen ze in een omgeving van 500 bloks. Al heb ik sommige playthroughs gezien waar er gewoon twee naast elkaar zijn gespannen. Dus, zelfs dat is mogelijk. En zoals je dus ziet zijn het dus overal van die gigantische bomen van... Oh my god, don't do it bomen. Het zijn echt... Maar, is dat nou de allerzeldzaamste boom? Dat is de allerzeldzaamste boom. Dus, waar zijn jullie? Dus die moeten stevig bewaakt worden. Ik sta achter je. Ja, die wordt zeg maar sinds de nieuwe updates van Oorspan wordt die echt bewaakt door de sterkste baas van het spel. Nou ja, het was de sterkste baas van het spel. Wat is dit? Ik wacht even op jullie. Nee, mijn Minecraft hangt af en toe door het laden. Ik zie hier Xella, maar ik zie Towler nergens. Nee, die staat daar. Ik ben hier. Waar? Hier. Waar? Ja, als je me nu ziet, ik sta naast je nu. Ik zie jou echt niet. Oh. Dat is raar. Ik ben er wel. Nou, hij is er wel, maar we zien hem op dit moment niet. Ja, maar of ik moet heel eventjes reloggen misschien. Dat kan natuurlijk ook. Of ik. Nee, ik denk dat ik wel heel eventjes relog. Dus, doe ik wel, joh. Oké. Okay. Ik relog wel even. Eventjes, sta stil! En nu zie je me Ja, wel. Nou zie ik je wel. Nou zie ik je wel. Zie je wel, het lag gewoon een maai. Kijk eens wat we hier links hebben. Links? Kijk eens als je hier... overheen komt, en even dan links. Wachten. En dan naar links kijken. Daarin. What? We found it! Yeah. Oh god! Dat is echt super snel, jongens! Oh mooi, nog niet eens een knipje nodig geweest. Oké, nou we moeten dus hier zeker uitkijken, want hier zit dus een hele gevaarlijke baas. Zoals je ziet, deze is dus gemaakt van gold, emerald blocks, ruby blocks, amethyst blocks. Waar is de voet?
Ja, deze is raar gespand. Forward, oh, rush! Hier. Oké, jongens, kijk uit, hè, want de king die zit hier. Wie is je broer? Ergens. Hij hoort iets spannen, dat is zeker. Ja, ik ga gewoon voor het goud! Ik ga niet voor het goud! Oh, ik zie het al, er zijn twee bomen in elkaar gespannen hier. Waar is de king? Dood. Ja, ik heb het al naar mijn zin, hoor. Hoi. De king die hoort hier te spannen, serieus. Ik heb het nog in deze update gecheckt en hier hoort de king te zitten. Ja, maar... Zit hij hier niet in? Nee, die cirkelt hier omheen. Omheen. Dus, want dit is inderdaad een hele gave boom, maar die wordt bewaakt. Omdat het anders, zeg maar, te makkelijk was om deze spullen te krijgen. Maar als hij niet spant, ja, dan ben ik helaas genoodzaakt om heel eventjes, zeg maar, via de server een span uit te krijgen. Want hij hoort hier gewoon te spannen. En dat vind ik heel erg jammer dat hij dat nou niet doet. Zul je net zien, hè? De laatste aflevering gaat weer van alles mis. Mis kattenpis. Dankjewel voor dat krekelgeluid. Dus, Ik zit in de wolken. Oh, ik zit te kijken, maar ik zie geen king. Nee, ik zie hem ook niet. Dus, Ja, hij is er wel! Waar is hij? Hij is er bovenaan! Helemaal boven! Ah! Kom hier naar boven, naar waar ik ben. Oh boy. Hey, ik ga naar binnen, ik ga naar binnen. Ga naar binnen. Normaal gesproken hoort hij, zeg maar, op je af te komen als je dus, zeg maar, bij de boomstam, zeg maar, in de buurt komt. Maar... Ja, oké, okay, maar dat is geen normale let's play. Nou, het is eigenlijk wel een ja, oké, alles gaat altijd mis bij mij. Het doet altijd mis. Ik ben af aan het gaan. Wat komt hij op mij af? Op mij. Kom je naar boven? Ja, ik probeer naar boven te komen. Ja, alleen, hij spant een beetje gek hier. Ik ben er wel Ik hoor hem. Ik... Auw! Ik ben er niet... Oh, ik zag zijn staart. Oh boy. Dat zijn zijn vleugels. Ja, ik ben bang. Oké, okay, hier hebben we hem. De king, jongens. Aanvallen! 7000 health. Is het de koning van alles? Oh mijn god, deze baas die is echt devastating als frick. Dus, oh boy. Uh-oh, hij moet mij hebben. Mooi. Ja, ik bedoel... Ik wist dat hij er was. Oh mijn god, waarom... Een boom! Dat deed echt niet normaal. Veel damage. Heel die boom zit in de fliek, Lingo! Kan ik hier eventjes... Ja, probeer hem te hakken met een appel. Waarom ook niet? Hij is al echt best wel damage nu, hoor. Ik bedoel, ik heb hem al een paar goede klappen gedeeld. Ja, ik probeer weer terug naar boven te komen. Ik zie hem niet meer. Oh, daar is hij. Ik zie hem. Ik probeer mij niet te pakken! Ah! Oh nee, ik wil er niet af. Hij schoot me eraf! Ah! Zo. Oh, kom maar! Touwtje, alles goed? Gewoon! Het is allemaal op de bomen bij! Oh! Stop mij hebben! Ik zie hem niet. Jullie zien hem niet meer! Oh, ik kom terug. Waar zit hij dan? Hij is uit het territorium geschopt. Oh, is dat niet meer bij de boom? Waar is hij? Nee, hey, kilometer van, joh. Ja, hij is nu weer terug. Oh, ja, ik zie zijn vleugels. Ah, hij moet bij hebben. Oh, we hebben hem al flink geraakt. Ja, door wie denken dat het kon? Hij is met mij helemaal gevochten met mij. Kom maar, jongen. Kom maar. Nou moet hij mij hebben. En ik ben lekker. Oh, jongens, trouwens, we hebben Mobzilla Armor geëquipt. Dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. We hebben dus nou een hele nieuwe look. En Mobzilla Armor, dat geeft gewoon echt protection. X, heel veel X's. Oh, ik sta weer op de grond. Ja, ik weet het. Hij komt voor mij. En ik kon hem heel tijd klappen geven. Ja. Hij komt voor mij. Dus nou moeten jullie even... Ja, ik heb hem net ook al wat damage gegeven. Hij is nu op 5000 health of zo. Ja, hij is bijna op de helft. Ik word helemaal naar beneden gegooid! Ja, ik weet het. Ach, is er iemand zo lief geweest om de boom water te geven? Ah! Stomme houtblokken. Kijk, ik zie hem. Today, we dine in hell! Oké, kom op. Hij is tegen mij aan het vechten geweest en ik had een golden apple. Ja, ik zit nu eventjes te zoeken waar dat hij zit. Hij komt terug! Ik zie hem, ik zie hem. Hij is hier. Hij is bij mij, op de stam. Ik zie alleen zijn vleugels wapperen. Oh, ik zie daar zo. Hallo? Hey, ik kan van je aanvallen, pak mij niet! Ik,
zie hem. Hij gaat juist af. Oh, hij komt weer op mij af. Ik ben hem aan het rammen. Ik ben hem aan het rammen. Ik zit in die andere boom vast. Ik zit vast in de boom. Ja, hij komt nou op mij af. Hij komt nou op... Oh nee. Hij komt op mij af. Hij komt op mij af de hele tijd. Kom dan, beest. Omdat ik wil even dat te schieten. Auw! Oh, nou moet je wel mij in één keer hebben. Hier, ik sla je! Ik sla je, ik sla je, ik sla je! We zijn hem flink aan het damagen nu. Ik ben al onder hem aan het schieten en hij heeft niks door. Ja, ik zit hem hier ondertussen tegen zijn poot aan te slaan. Van hier te beginnen met de Big Bertha. Oh, ik ben naar beneden gevallen, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ah, ik sla je! Oké, we hebben hem op de helft, we hebben hem op de helft. Oh, die aanval die is devastating. Maar onze armor die is goed. Wow, ik zit erbij zo'n gat. Ah. Wow, die aanval, man. Ik neem even een broodje. Wat een geweldig moment om lekker over een picknick te gaan beginnen. Sorry. Oké, ik ram hem. Oké, hij heeft nog 2600. Is goed, ja, hij is niet zo ver voor mij. Oh. Ja, hij moet mij nou hebben. Hij gaat weer terug. Ik wil hem! Houd gek, jongen. Maar je had toch zo'n babyversie van? Ja, die krijg je als je hem verslaat. Dan wordt dat je huisdier. Oké. Maar die gaat niet terug. Nee. Nee, die blijft in deze. Ja, 2000! It's over 2000! Nee, 9000. Nee, 2000. Oh, hola! Ik heb hier van de Tout Gaming! Ik ben hem kwijt! Dat wil ik niet! Ik ga uit! Oh, ik zie hem weer. Op zich vind ik hem wel een mooi uitzicht. Hij schiet gewoon met ijsblokken. Ja, dat is cool. Oké, ik zie hem. Wow! Oké, nou moet hij mij hebben volgens mij weer. Ja, hij komt. Nee, ja. Hij zit in mij. Ja, ik sta achter hem. Met alle respect, maar ik denk dat Guido. Hey, koning! Ik denk dat Guido er al een paar keer uit is geknald. Wat ben je toch weer vriendelijk? Hij zit er niet eens bij omdat hij er helaas niet bij kon zijn. Dan moet je weer zoiets zeggen. Ik had sowieso een reactie gehad dan. Waar is hij? Hij vliegt hier boven de boom. Oh ja, ik zie hem. Ik zit in de boom. Ik zie hem. Ja, ik kom er maar. Hey koning! Wat voor een koning ben je nou eigenlijk, man? Je stelt helemaal niks voor. 900! 800! Ik heb hem, got him! Ik zie hem. Hij zit naar boven deze treden. 800! 779! 620! Nice. Zo gegaan dan. Kom hier, jongen. Kom hier, 500! 500! Hé, hey, maar ik heb daar niet helemaal allemaal. 495! Ah. 300! Ja, ik zie hem. Nice. Ah, man. Die aanval is zo devastating. Ik heb hem bijna. Ah, 300 nog, kom op. 304, regenerate weer. Er komt bijna nog één klap of zo. Ah, the lag is real. Oh, maar bijna. Oh, 121. Kom maar, vriend. Eén klap, dan ben je er aan. Oh yeah! Oké, en Mobzilla dropt alles en kijk hier de prins! Oh, wat lief! Kijk eens wat cute! Kijk eens wat cute! Kijk eens wat cute! Grapje natuurlijk. Kijk hier, ah, wat is zo cute! Ah, ja, en hij laat dus echt alle items die dus zeg maar te krijgen zijn, laat hij vallen. Het is echt alle items zie je hier gewoon overal liggen. Mobzilla zie je hier, Mobzilla skills zie je hier liggen. Ik zie hier een cage dinges liggen. Hier een soort van ijszwaard wat je van die andere dingen kan maken. Diamond armor, zelfs een wooden sword. Oh, wat leuk. Ultimate bow. Kijk, ik heb. Je hebt de royal sword gevonden. Oh!
Ik zie een Royal Armor en dan kun je nog een nieuwe mee spawnen zelf. Oh, die ga ik allebei op mijn rug doen. Kijk hoe dat eruit ziet. Spawn the King! Kijk dit! Kijk dit! Op mijn rug! Ik hoor een mama op de achtergrond. Ja, dat is mijn zus die mijn moeder. Maar... Kijk mama, dit. Hij heeft de King verslagen! It was me. Hier ook Ultimate Armor zie ik hier. En wat is dit? Waterglas of zo? Ik heb een Royal Sword. Is dat nog sterker? Dat is sterker als deze, want... Even kijken, deze die heeft 500 attack damage en de jouwe die heeft, ik denk 600 of zo. 550. Oh, nou, dus... Jongens, ik zei toch dat ik het even zou doen. Doei! Hey, ik heb de final blow afgegeven. Nee, dat hebben we samen gedaan. Oké, vooruit ernaast. Dan. Ik zie eens een experience liggen. Oh mijn god, ik krijg nog een extra hartje van experience. Maar ja, ik weet niet waarom, maar de prins die volgt mij. Waarom weet ik ook niet? Zou ik hem dan even killen? Nee. Ach, kijk hier nou. Oh. Ken ik die equippen? Dan heb jij denk ik wel de laatste klap uitgedeeld, maar ja. We hebben hem allemaal samen verslagen, dus dat maakt niet echt zoveel uit wie de laatste klap heeft. En ik heb nog iets leuks. Ja, yes. Jij de laatste klap, ik de rest. Maar, Sure. Alex die heeft niks gedaan zoals gewoonlijk. Nee, kijk. Poef! 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 Hij heeft een skippy... Een slime. Een skippy slime. En oké, ik heb de beste zwaard ooit. Ik zit hier al eventjes tussen de items nog even door te kijken of er hier nog even iets ligt wat er eigenlijk best wel grappig is, maar... Ik denk niet echt dat er nog veel is en... Ik vind het wel jammer, want dat maakt... Oh, ik zie iets, dat wordt voor mij. Armor. Oh ja, en beste armor ooit. Oh, jij hebt beste armor, ik heb beste zwaard. Ik zal de rest even zoeken voor je. Royal armor. Oh boy. Wat is dit allemaal voor spul dan? Van de kristallen dimensie zit er heel veel tussen. Er zit echt heel erg veel tussen, want ja... De kristallen dimensie is gewoon zwaar gekleed. Spawn higher. Ja, span. De King die laat echt alle items vallen van oorspan, zover ik weet. Dus... Oh, ik heb hier de helm gevonden. Dan heb ik alleen de broek nog. Hide shield. Even kijken. Oh mijn god, man. Echt zoveel... Ice sword. Er ligt zoveel troep. Nee, nou ja, het is wel een grappig stuff bij. Oh, je hebt een royal broek nodig? Ja. Kom maar even, volg mij maar even. Heb jij hem gevonden dan? Ja. Volg de squid. There you go. Oh, jij hebt hem gewoon opgepakt. Deze sneaky son of a fiets. Ja, ik zit op een fiets, ja. Nou, jongens, ik zie eruit als een koning. Samen met de prins aan mijn zij. Dus, ik ben een slime koning. Oh, dat is zwaar, jongen. Hey, kijk, sneeuw. Ja, leuk. Dus de Towler wanted to build a snowman. Kijk die zwaarden, ik heb twee. Je ziet er echt zo geklitst uit. Oh my god. Ik denk dat de final aflevering niet beter had gekund. Ik zoveel emotie, zoveel scream momenten er eigenlijk in. Echt geweldig. Dus nou weet je, ja, we moeten toch wachten tot de dag is voordat we weer naar huis toe kunnen komen. En helaas... Altijd als ik dit zeg maar doe, dan pak ik altijd de interessante stuff op, maar 90% despawnt gewoon. Dat is echt jammer bij dit soort... Oh, er ligt hier zelfs een ruby. Joepie. Dus, nou, maar dat was dus de sterkste baas in deze versie die we spelen. Nogmaals, ik moet jullie zeggen, de reden waarom ik eigenlijk heel erg blij ben tot we de serie hiermee gaan afsluiten, dat is... Er is zoveel outdated. De mods zijn alweer opnieuw geüpdate. Ondertussen zijn er vijf nieuwe updates voor Oorspan. En ja, we konden hem niet zeg maar updaten omdat we dan eigenlijk overnieuw zouden moeten gaan beginnen. Wat dus jammer zou zijn voor de series. Dus we gaan niet nog een modded survival doen met Oorspan en al die dingen. Er is een andere planning voor. Wat jullie dadelijk krijgen te horen, dus nog heel even geduld eventjes voor. Maar daarom ben ik eigenlijk best wel blij om. Want net zoals de Big Bird, daar heb je dan veel meer stuff voor nodig en alles. Dus deze
Let's Play is eigenlijk niet meer echt accurate daarvoor. Dus ja, dat is best wel jammer. Dus, volgens mij is het meeste nou al bijna gedespawned. Maar goed, ik zie jullie op het moment dat het dag is. Want ja, we moeten toch terug naar de normale dimensie. Dus ik zie jullie zo meteen. Oh, ik vind jou zo cute! Oké, nou het is eindelijk dag geworden. Ziet er echt graag uit. Nee, wat doe jij? Hem killen, dat zag je toch? Waar is de king? Of de prins? Ja, oh, daar is hij. Die gaan we nu ook vermoorden. Nee, die blijft leven. Kill hem. Nee, die blijft leven, jongens. Jongens, die blijft leven. Nee, waarom doe je dat? Nou, kunnen we eventjes een brown ant of zoiets vinden? Wauw. Dus, want we zijn er weer. Oh, werd hij nou door iets aangevallen? Of heb jij je N-nest meegenomen of niet? Oh nee, wacht, ik had een N-nest en die heb ik niet meegenomen. Slim! Oké, nou. Ligt het nou aan de armor dat ik glide? Want ik had eigenlijk alleen maar hogere jump. Volgens mij krijg je glide van die armor. Mm-hmm. Nou, dat is wel vet. Nou, op zoek naar die grote bruine mier. Ik heb gewoon 64 appels. Even kijken, want normaal gesproken zie je echt hier ontiegelijk veel van die endnesten. En andere dimensies. Ik vind die king echt heel grappig, hij volgt me ook gewoon overal. Nou, niet meer. Even kijken, goed gliden, dan kunnen we misschien nog wel een endnest vinden. Ik heb wel een munt hier. Taler! Hoe gaat het eigenlijk met die Let's Play verder? Goed. Heb je al een beetje besloten hoe dat je het zeg maar verder met die Let's Play gaat doen, omdat je nou zo dicht bij het einde bent? Ik maak de extra wereld waarschijnlijk af. Toch wel? Nee, dit als het spel uitspeelt, dus stop ik mee. Oh. En misschien dat ik dan nog wel doorga, maar dan ga ik niet voor alles. Zeg maar. Oh. Nee! Niet voor oh. You do this. Maar goed. Waarom vinden we geen brown ant nest? Serieus, dit wie vast voor altijd in eeuwigheid. Ja, maar dan heb je wel heel de tijd je prinsje. Ik heb er één gevonden, denk ik. Ja, ik ben er, denk ik. Hier. Hallo, ik ben er. Hier. Eens kijken. Nou, is hopelijk dat het er nou wel uitspant. Ja. Prins, het was een eer om jou te mogen ontmoeten. Hé, hey, op naar huis. Hij gaat met me mee! Hij gaat... Hé, hey, niet aanvallen. Ja, hallo. Hé, hey, je kan hem wel killen. Nee, je mag hem hier ook niet killen. Ja. Hij is aardig. Hij is aardig. Oh. Dat is een struisvogel. Hallo, meneer. Hallo, meneer de struisvogel. Nou, ja, Tornado Alley die heeft ontiegelijk veel tornado-schade gehad in de voorgaande aflevering. Als we op de kaart kijken, echt, als je bij part 1 gaat kijken, dan zag je hoe mooi landschap dat het is. Maar alles veranderde toen de tornado-natie aanviel. het was Ang. Ah, nee. Hoezo? Wind? Wind? Hij scheet over het dorp heen. Okay. Dus, elke keer als Ang een scheet laat... Scheet. Ja, ik snap het. Elke keer als hij een scheet laat, dan spannen er een tornado, weet ik veel. Maar goed, we gaan dus heel eventjes langs de Wall of Comments. Old Ways to Gaming, Heinz de Zutter, De Jan Link, Justine E, Santi, David van Dun, Henkie, Ewout, Sjors, Ener Bas, Robinske Vlogs, Lego Plays Crew, Mandolines, E. Bredero, Arvid B, Sammy, Brian de Kanter, ja, ik zeg het goed. Casimir, Sergeant Hotelli, Jordi Pauw. Wat een namen. CM, Sinktime, Charter de Latte, Shady Robijn, Flying Creeper, Wesselharm, Claudia Z, Maurice, Gaat je niks aan.
Tom Post, Milo van der Wouden, de Gaming Moons, de Game NL, of Game Live NL. En dan gaan we naar de final comment van de dag. Dus waardoor word ik wie heeft hier nou weer een iron blok geplaatst? Serieus, jongens. Serieus. Ja, I don't know. Dus ik heb eigenlijk best wel een leuk idee om hier eigenlijk de serie af te sluiten. Voordat we dus zeg maar... Ik had het gedacht dat ik de wereld zou laten leven. Maar ik heb eigenlijk een beter plannetje nou. In ieder geval, hij komt van AKOM. Van, ik denk AKOM. Foto, video. Video. En die had geschreven... Ultimate. Bouw. Wauw. Wauw. Oké, nou, ik moet zeggen, dat vind ik best wel een leuke reactie. Dus nog één keer eventjes door deze wereld heen. Wat vonden jullie van de serie, jongens? Ik vond hem leuk. Leuk. Alex? Ik vond het zeer tasty! Nam. Dutch Gaming Nation en Tommy, laat even weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Want dat vind ik ook heel erg belangrijk. Natuurlijk kan het ook wel op Skype, maar laat even weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt, kerels. Hartstikke gaaf. Dus, nou, dan gaan we dus... Ja, we hebben dus zeg maar hier mijn huis dat echt de chaos was voordat dat hier uitkwam. Net zoals bij de Funny Moments video. Ik denk dat ik ooit nog wel eentje zou maken, Funny Moments video. Maar dan heb je hier bijvoorbeeld echt dat ik hier aan het bouwen was en dan... Een Mentus! Of dit. Oh ja, Fireflame en natuurlijk dit. Eén keer was zat, Excella. Dit is mijn huis, Hoe vaak is jouw huis eigenlijk nou in de... Mijn huis, kom binnen. Hoe vaak is jouw huis eigenlijk in de reparatie geweest door tornado's? Oké, bye everybody. En dan hebben we hier natuurlijk ook nog het huisje, zeg maar, van de Netherportal, die het niet meer doet. De batterij was leeg. Dan hebben we hier het huisje van Xella, wat eruit ziet als een baaiers, waar dat hij ook thuis hoort. Daar in de verte hebben we het huisje van Tommy en het huisje van, Duitse Gaming Nation, dat de hele tijd op werd gefroten door termieten. En tot we nog deuren hadden van dirt en alles, hartstikke hilarisch en alles. Heel veel leuke herinneringen. Dus de serie, de playlist die staat altijd, zeg maar, die kun je altijd bekijken. Dus je kunt elke part kijken wanneer dat je wil. Je kunt hem in de playlist zien. Je kunt hem altijd terugkijken wanneer dat je wil. Daar zorg ik ervoor. Nou, hoe kom ik bij een hele leuke afsluiting? Jullie zijn van mij gewend. Normaal gesproken bij de Modern Survival had ik alles opgeblazen met TNT. Maar TNT is de mainstream. King, ga je gang! Ik dank jullie voor het kijken naar deze awesome serie. Ik dank jullie voor het kijken naar deze awesome serie van de Modded Survival. De volgende keer gaan we met de Minecraft surf serie beginnen. En dat wordt een hardcore serie in 1.8. Dus ik hoop dat jullie de serie leuk vinden. Ik hoop jullie over 2 weken te zien. Misschien gaat hij dan beginnen. Moet ik nog heel even naar kijken. Bedankt jullie wel naar het kijken van deze. Xella Creations, De Towler, Dutch Gaming Nation en Team Maestro. Het is kapot! Mijn huis is weg! Heel erg bedankt voor het meedoen. Echt, dank jullie wel voor het meedoen met deze Modded Survival. Ik vond het echt tof dat jullie zoveel mee hebben gedaan. Ik vond het echt leuk om deze serie te doen. Dus dank jullie allemaal wel voor het kijken. En tot de volgende keer. Hebben jullie nog iets te zeggen? Ja, bedankt voor de support, hè. Ja, ik wil eigenlijk ook wat zeggen. Gaten! Gaten? In de grond! Kom maar hier onder bij mijn huis. Doei allemaal! Doei! Kijk eens wat er nu is gebeurd, hoe het eruit ziet. Ja, ik ben al terug aan het lopen. What the f***? Mijn huis! Hoe kan dit ooit... Wow. Nee, mijn huis! Mijn huis is nog intact, die jullie niet. Oh. Ik heb het in mijn TNT ingezet. Hoe is dit? Ja hoor, mijn huis overleeft... Waar komen deze stenen vandaan? Ja.